Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Room, dat is niet meer of niet minder dan het vet van de melk. Maar hoe haal je nu het vet van die melk? Ik weet dat niet, maar Wout hier in Oostakker, die weet dat wel. Die heeft ten eerste melkkoeien en die weet hoe je room moet maken. We just don't believe it. Wout, ça va, jong? Dag, Loïc. Hoe is het? Goed, hè? Goed. Dat zijn hier al uw koeien, of wat? Ja, dat zijn ze. Is dat een speciaal ras voor de room of is dat allemaal hetzelfde? Nee. Dus wij hebben gewoon standaard melkkoeien. Ja. En van die melk maken we onze room. Ah ja, dus het is wel allemaal hetzelfde basisproduct. Ja. En hoeveel melk krijgen ze uit een koe? Op zijn topperiode ongeveer 40 liter. 40 liter? Ja. Op 24 uur tijd. Amai. Dus dat doet echt veel deugd voor die beestjes. Omdat eruit... Dat is een hele verlichting. Hè? Ja. Kunnen we zo een keer een koe melken om te zien? Absoluut, absoluut. Ik heb dat altijd al een keer willen doen, maar... Goed, hè. Dus je moet gewoon nepen en trekken tegelijkertijd. Dus. Oké, dat kan ik nog. Wow, jong! Cool. En is dat lekker al zo direct? Tuurlijk is dat lekker, dat is puur natuur, hè. Gaat die taai, jong. Gaat het al onder de knie zitten? Ja, een bekken, wacht. En? Dat is lekker, hè. Alleen nog de cornflakes. Ja. En dat is perfect. We zijn er vertrokken, hè, voor het ontbijt. En voor de verdere verwerking, waar gebeurt dat dan? Onze melk die we zelf gebruiken, voor onze eigen verwerking, die sturen we naar de overkant van de muur hier, naar ons eigen lokaal, waar we zelf onze melk verwerken. Kunnen we eens zien? Absoluut, absoluut. Kom maar mee. Ik volg u. Kom af, mannen. Dit is onze installatie om de melk af te romen. Dus nu gaan we de melk hierin laten lopen. Dat kan dan gedoseerd worden in onze afromer. Dat is een machine die constant ronddraait. Ja. En door die centrifugaalkracht, dus die buitenwaartse kracht die je er krijgt, wordt uw room, de magere melk, dus de waterige fractie, wordt naar buiten geslingerd. Ja. En uw room, dat is het lichtste van de melk, die blijft binnenin. En die wordt zo kunnen afscheiden. Ah, ja. En nu gaat dat komen. Magere melk en kijk eens. En hoeveel melk heb je nu nodig om room te maken? Voor 1 liter room heb je 10 liter melk nodig. Dus 10 liter? Dus van die 10 liter krijg je 9 liter magere melk en 1 liter room van 40%. Yola! Verser dan dit wordt het niet. Dat kan niet. 5 minuten geleden zijn de koeien gemolken en hier stroomt de room al uit. Top, hè. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe dat... Is dat echt een groot verschil? Dat is een groot verschil, echt waar. Bon. Pak maar een goede lepel. Een goede lepel. Wablieft. Gigantisch, hè? Wablieft, jongen. Hé. Hey. Wacht even. Dat is niet normaal. Dat is precies al zo roomijs op zijn eigen. Ja. Heel vol van smaak. Mm. Wout, dikke merci. Graag gedaan. Ik geef u zo een awkward hand met de verkeerde kant. Maar voilà, ik moet terug naar mijn keuken.